Hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Vandaag gaan we weer een ontwerp maken van wat je op Thingiverse kunt vinden. Tegenwoordig is het milieu heel erg in het nieuws en daar horen ook allerlei diersoorten bij. En op Thingiverse kun je op dit moment een zeeschildpad vinden die je met wat mechanische middelen, allemaal geprint natuurlijk, vliegend kunt maken. Ik ben ook wel een voorstander van een goed milieu. En veel mensen klagen bij 3D-printers over 3D-printeren. Over het materiaal waarmee we 3D-printen, plastic. Daar heb ik gisteren nog een mooi voorbeeld van gehad, waar iemand mij daarop aansprak. Niet wetende dat er ook biologisch afbreekbare plastics zijn. Dat is een van de redenen waarom ik hoofdzakelijk met PLA print. Want dat is biologisch afbreekbaar. Zou je met PETG gaan printen of met ABS, iets wat bijvoorbeeld in Amerika heel erg gebruikelijk is, dan is dat niet zo milieuvriendelijk. Dat is namelijk het materiaal waar onder andere dat drijvende eiland in de oceaan van gemaakt is. Het sluit ook allemaal een beetje aan bij de politieke mening van mensen als Trump. Ik verbaas me er dan ook over dat ik van de week bijvoorbeeld hoorde op het nieuws dat de Nederlandse burger zich weinig druk maakt over de duurzaamheid van ons milieu. En dat we daarin, onder andere in een lijst met landen waarin de Verenigde Staten ook zit, erg laag scoren en zo'n land als de Verenigde Staten hoger. Dat verbaast me dus hooglijk. Maar goed, we zijn hier niet om politiek te praten. Ik heb een zo'n vliegende schildpad geprint. Hij bestaat uit 13 delen. Ik ga heel eventjes de camera draaien en ik ga dat even laten zien. 13 delen, maar liefst. Hier zien we ze zo'n beetje. En dat zal ik in elkaar moeten gaan zetten. Dat ga ik even doen. En dan kom ik zo bij je terug. Als ik het complete kant en klaar heb. Ik wil er nog iets aan toevoegen aan dit verhaal. En dat is dat ik beschouw dit soort dingen juist als de ultieme test voor je printer. Er worden dingen geprint die soms heel erg klein zijn. Ja. Recht overeind staand. En dat is best een opdracht voor je printer om dat op een goede manier te doen. Bij sommige van de onderdelen die ik heb moeten printen was het dan ook best wel... Is dat wel gelukt, ja of nee? En dat zal natuurlijk moeten blijken als ik hem in elkaar gezet heb. 13 onderdelen. Zometeen ben ik bij je terug met het resultaat van deze vliegende schildpad. Zo, en hier is dan het resultaat. De vliegende schildpad met, zoals je ziet, heel veel technische onderdelen. En dat maakt het ook in dit geval best lastig om hem te kunnen vliegen. Ik zal hem een heel klein beetje proberen te laten bewegen. En dan zie je wat eigenlijk het effect zou moeten zijn van dit verhaal. Zie je dat? Dat je daarmee een vliegende schildpad creëert. Nou, het is niet helemaal gelukt. Maar so far, so good. Ik ben redelijk tevreden. Bedankt voor het kijken. Weer een leuk projectje misschien om ook te proberen. Het geeft in elk geval weer aan dat ook deze printer nog steeds tuning nodig heeft. Maar dat wisten we eigenlijk al, hè. 3D printen was sowieso tunen. Veel plezier met een vliegende schildpad. Daar.